trots. Moet je kijken wat hier allemaal zit. Het is helemaal geweldig. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Vanmorgen gaan we officieel Koffie en Taal ochtends gaan wij openen. Vanaf vandaag zal elke vrijdagmorgen van 9:30 tot 11:30 zal er een Koffie en Taal ochtend zijn hier in de Baron. Volgende week is het waarschijnlijk niet in deze zaal, maar wij vangen jullie wel op en wij zullen wel zeggen waar jullie moeten. Ik wil even de mensen die ook in de werkgroep van Koffie en Taal zitten, die wil ik even bij me hebben, zodat jullie straks de gezichten allemaal kennen. En die mogen even naar voren komen. Kindertjes zijn vandaag, hè? Leuk dat iedereen er is. Goed, dan ga ik jullie even voorstellen, de werkgroep die dit heeft opgezet. Dat zijn Manon Kaspering en Willemijn van het Samen Doen Team. Dan hebben we hier Mathéa Bos van De Stil. Dan hebben we hier Marion van Vluchtelingenwerk. Gideke Peltjes van Vluchtelingenwerk. En Aletta, onze coach, waar ik heel trots op ben, want ik ben Hanneke Des van Taalpunt. Ik zit hier op de woensdagmorgen altijd en in Hardenberg op de woensdagmiddag. Kijk me nou, kijk me. Ja, die zal ik zo nog even vertellen. Dit is Aletta Pastink, de coach. En zij gaat straks ook de boel coördineren. Dus zij is straks de vrouw, het aanspreekpunt waar je naartoe kunt gaan als je vragen hebt. Paul Perlman is ook een coach van ons. Die staat achter de chocolaatjes. Die heeft een hele week chocolaatjes gemaakt. Geweldig, dat is helemaal zelf gedaan, zijn we ook trots op. Als er een applaus is voor anderen, wil ik ook graag een applaus voor de mensen die andere hapjes hebben gedaan. We hebben de zinnen. Ik wil nog wel, voordat we beginnen, even iemand naar voren. Want Taalpunt die helpt mensen die anderstalig zijn, dus mensen die de inburgeringscursus doen. En die willen daarnaast nog wat extra begeleiding. We hebben allemaal coaches die helpen die mensen. Maar er zijn ook NT1'ers, die krijgen ook les van ons. En dat zijn mensen die zijn geboren in Nederland en getogen in Nederland. Die hebben de klompenaren, die eten de kaas. En die mensen, daar zijn ook mensen bij die moeite hebben met lezen en schrijven. En ik wil wel, want ik ben heel trots, want we hebben in ons midden vandaag iemand. En Rudolf, ik heb nog geen bloemetje, daar heb ik geen kans voor gehad nog, want ik hoorde ze vanmorgen vroeg. Wil je even naar voren komen, want Rudolf is onze taalheld van, nou ja, van deze regio geworden. En dat betekent dat Rudolf heel veel voor ons en voor de laaggeletterdheid heeft gedaan. Dus ik wil even een groot applaus voor Rudolf. Vertellen wat jij hebt gedaan in het kort, want we lopen een beetje achter. Nou, ik ben taalhelft voor de gemeente Hardenberg en ik probeer om de mensen naar een cursus te brengen. We hebben dus laaggeletterde Nederlanders, maar we hebben alle kinderen die taal ook niet kunnen schrijven. Heel vaak kunnen ze de taal wel spreken, want ik zit zelfs namelijk op een NT1-clubje hier. En ik merk gewoon, ja, het is heel anders voor hun dan voor mij. Maar ja, de zinnen maken is voor die mensen ontzettend moeilijk met de en het. Daar heb ik namelijk weer geen problemen mee. Maar ik heb met, ja, met die en die en de spelling, dat kan ik niet zo goed. En dan vertelt hij iets over van vroeger kon ik niet lezen en schrijven. Maar nu heb ik les en nu kan ik veel beter lezen en schrijven. Dus Rudolf maakt reclame voor ons. Daar zijn we heel trots op. Dankjewel, Rudolf. Het hoeft niet bang te zijn dat Rudolf niks krijgt. Hij zorgt dat hij een mooie bosbloemen toegestuurd krijgt. Dus dat heeft hij wel. Dat ga je nog krijgen. Eigenlijk heb ik al een cadeautje gekregen van de stichting. Gisteren hadden ze iets meegemaakt. Ik ben gisteren naar Almelo geweest en dan ben ik gekozen voor Nederland. Straks in Utrecht, van alle provincies, worden daar weer mensen uitgekozen die zich het beste heeft ingezet. Je bent sowieso onze taalheld, wat voor kant komt, daar ga ik niks uit. Dan heb ik nog één keer applaus voor al deze mensen. Ik had Rudolf al gevraagd om mij even te helpen, want ik had het gehoord dat hij taalheld 2017 van Overijssel is geworden, gekozen uit een aantal.
Dus voor Overijssel, nu moet ik even kijken of het Nederland wordt. Want ik ben eigenlijk wel heel trots dat ik hier mag staan met jullie allemaal. Allemaal mensen uit heel verschillende landen die bij elkaar hier in Nederland wonen en in Nederland leven. Ja, en dan moet je ook proberen om je in Nederland te redden en zelfs te proberen om uiteindelijk werk te vinden. En dan is het moeilijk om de taal goed te spreken. Want dat is toch eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Als je de taal goed spreekt, wordt het een stuk makkelijker. Dus leren om het te verstaan, leren om het te lezen en dan wordt het nog moeilijker, leren om het ook een beetje te schrijven. En dat geldt voor mensen die van andere landen bij ons gekomen zijn. En we hopen dat jullie hier allemaal thuis voelen en thuis gaan voelen. Maar dat geldt ook voor een heel aantal Nederlanders die hier geboren en getogen is. Ook voor Roelof. En dat is heel lang heel lastig geweest. En op een gegeven moment zegt Roelof, en nou wil ik het toch weer beter leren. En daar ben je nu een jaar of 8 mee bezig, heb je net gezegd. En dan gaat het met, wat is het belangrijkste, Roelof, wat je moet doen als je met de taal bezig bent en als je het eigenlijk heel erg moeilijk vindt? Wat moet je vooral doen? Nou, ik vind tegenwoordig met al die digitaliseringen, ja, dan moet je toch wel een beetje kunnen lezen en met de computer kunnen werken. Dus ik vind het zeer belangrijk dat ze dan ook die Nederlanders niet goed meer kunnen, want het blijkt ook vaak dat ze niet digitaal zijn, om die achter de computer te krijgen, want het is niet je vijand, maar je vriend. Ik vind dat het heel belangrijk dat u zich hier allemaal thuis voelt, dat u zich hier ook kan redden. En ik realiseer me hoe lastig het is als ik in een ander land op vakantie ben waar ik de taal niet van spreek en ik moet dingetjes regelen naar de winkel en mensen iets vragen. Dan doe je dat met je handen, je doet het met je voeten, je probeert het. En ik denk, dat is toch lastig, maar is het toch mooi als je de taal een beetje spreekt. En dan hebben wij het ook nog moeilijk gemaakt. Een tijd geleden sprak ik met iemand die kwam uit Brazilië. Sprak Portugees, mag geen woord Nederlands en was hier nu aan het leren. En was al een behoorlijk eind. En die zei tegen mij, jullie maken het ook zo moeilijk. Neem nou het woordje goot. Ik dacht, ik snap het. Zo'n goot hangt aan het dak en die is ervoor als het water van de dakgaten gaat in de goot. En dan kan het zo weg. Nu snap ik het, dat is een goot. Maar de volgende keer is er een greppel op de grond. En die noemen jullie ook goot. En een dag later zeggen jullie, gisteren goot het van de regen. Nou snap ik er helemaal niks meer van. 3 woorden, 3 keer in een andere betekenis. Zo lastig maken wij het. Dus we hebben elkaar veel te leren. Dan ben ik blij dat zoveel organisaties zijn net allemaal genoemd. Proberen om elkaar te helpen om voor jullie allemaal die drempel weg te halen zodat jullie die taal kunnen leren. Bijvoorbeeld door gewoon 1 keer in de week hier bij elkaar te zijn, koffie te drinken, elkaar te helpen. Bijvoorbeeld door een coach te krijgen die je gaat helpen om met die taal verder te komen. Ik hoop dat heel veel burgers van ons, heel veel inwoners zich beschikbaar willen stellen als coach, want ik denk dat dat een heel sterk middel is om contacten te leggen, om samen te praten en om ook die taal te leren. En ik hoop dat de taal daar een belangrijke rol in speelt. En ik hoop dat het samen doen steeds verbindingen blijft leggen. Ik hoop dat de stuur mee, fijn dat de baron ruimte hier beschikbaar stelt. En ik hoop dat we samen zo kunnen zeggen over een jaar van dit heeft weer echt geholpen om in te burgeren. Want de cursus, de eerste cursus, prima. Maar die alleen is niet genoeg. Als je dat gedaan hebt en je stopt, dan ga je geen goed Nederlands leren. Je moet proberen een beetje verder te gaan. Kinderen naar school en ouderen proberen, ouders proberen zelf ook mee te gaan. En ja, en dan zullen we nog een stapje verder moeten. Dan moeten we ook proberen om werk te vinden. En daar zullen we ons best voor doen. Ik hoop, en dan sluit ik af, dat dit een heel goed middel is hier samenkomen elke week om als je vragen hebt, vragen te stellen. Als je hulp nodig hebt, hulp te vragen. En om ondertussen te leren om steeds beter onze taal te spreken. Als je dat goed kunt, dan burger je goed in. En hoop dat je
zal het allemaal geweldig naar je zin krijgen hier in Oostland. Dank u. Als je iets gaat openen, dan moet je iets doorknippen. Tenminste, dat doen wij in Nederland. Doen jullie dat ook in Somalië, Eritrea, ja, ja. Syrië? Ja. Gaan jullie dan ook dingen doorknippen? Ja? Oké. Okay. Nou, wij dus ook. Nou, dat is mooi. Dan doen we hetzelfde. Maar dat laten we natuurlijk doen door de wethouder, door meneer Jansen. Kijk, Aletta staat met een heel mooi, chic kussentje met een schaar. De schaar is mooi versierd. En dan mag u even wachten nog. Als meneer Jansen dit heeft doorgeknipt, dan mag het koor naar voren komen van Frida Roesman. En dan geef ik jullie het woord en dan gaan we gezellig starten met deze morgen. Ja? Goed. Meneer de wethouder, ik zeg, u heeft een hele grote schaar. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Zo'n mooie schaar heb ik nog niet eerder gehad. Ja, mijn naam is Frida Rosman en de wethouder zei zojuist al dat er heel veel dingen belangrijk zijn. Voor mij is een van die dingen zingen. Zingen is leuk en met liedjes kun je ook heel eenvoudig onze taal leren. We zijn op de wind van vandaag. De wind van gisteren, die helpt je niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zeilen op de wind van vandaag. Toen je dacht ik ben gevangen, was je vrij. Toen je dacht ik ben verdrietig, werd je blij. Toen je dacht ik wil hier blijven, moest je gaan. Toen je dacht ik wil gaan zitten, moest je staan. Je moet zeilen op de wind van vandaag. De wind van gisteren, die helpt je niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zeilen op de wind van vandaag. Toen je dacht ik blijf hier liggen, ging je lopen. Toen je dacht ik wil verloren, ging je open. Toen je dacht ik moet nog ver, was je dichtbij. Toen je dacht ik ben alleen, was je bij mij.
deur.